paar dagen geleden inmiddels al. Toen dacht ik, daar zit weinig licht tussen. Klopt dat, Martine? Zit er weinig licht tussen jou en Arnold? Of heb ik het verkeerd begrepen? Ja, jij mag het zeggen. En dan gaan we vragen waar Gijsbert staat. Maar dat is de volgende vraag. Ja, ja, wat is nou wijs om te zeggen? Gewoon je waarheid. Ja, nou ja, er zit... Ja. Nou, er zit wel wat verschil tussen. Ja, er zitten wel wat verschillen. Noem eens. Ik zou wel jou willen vragen, wat is de ziel dan? Hè? Wie heeft dan die resonantieruimte? Ik. Precies. Ja. 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 En dat subject, dat zou ik ziel noemen. Ja. Ja. Visser is best een specifieke... Ik zou me kunnen voorstellen... Je zou ook kunnen vragen, is Visser ook niet... Een vorm van monisme, gezien vanuit een... Ho, dit gaat te ver, jongens. Want ik weet wel wie Gerard Visser is, maar de zaal weet dat niet, denk ik. Heb je Visser genoemd? Ja. Maak het eens algemener. Nou ja, je hebt verschillende soorten van filosofie. En Visser komt vanuit een hele specifieke hoek. En die ontwerpt, of die denkt een zielconcept. En die wil absoluut niet dualistisch denken. Hij zegt dat hij ook niet monistisch wil denken. Maar uiteindelijk is de mens toch ook helemaal zijn lichaam. En als christen kom je dan wel voor de vraag... Ja, om het even heel makkelijk te maken. Ja. Hoe gaat dat dan bij de dood? Hè? Moet je dan toch niet een ziel postuleren? En waar sta jij dan, Martine? Want waar sta jij dan? Even in twee zinnen. Wat vind jij dan? Ik zou zeggen dat we zo'n ziel moeten postuleren. Ja. Dat we een ziel hebben, dat een noodzakelijke aanname is. Dus ik wil niet bij hoog en laag beweren dat ik geen dualist ben, zeg maar. Dat. Ja, okay. We hebben een ziel. Wacht even. Nee, mag ik moet het even begrijpen. Ik begrijp het allemaal niet. Ja. We hebben een ziel. Ja. En dat zijn wij. Ja. Ik? Nee? Ja. We hebben een ziel. Dat is mijn... Ja, heel mijn simpel. Ja. De mens is ziel en lichaam. Ja. In één. Ja. Ja. Ja, nee, ik vraag maar. Oké. Dat zou jij ook zeggen. Dat zou hij ook zeggen. Dus hier zit niet zoveel verschil. Het enige is dat ik, wat de ziel is, iets specifieker invul, denk ik, dan jij in je verhaal nu hebt gedaan. Doordat ik een heel eind met Gerard Visser meega. Daar maak ik ook kanttekeningen bij, maar dat zit dan niet in dit verhaal, nee. wel in mijn boek. Ik denk inderdaad dat Gerard Visser is mij te monistisch. Oké. Ja. Ja. Dus nou, we moeten die ziel als onze subjectiviteit postuleren. Dat zullen we ook even filosofisch zeggen. Dat gaan we een keer vertellen tegen Gerard. Dat hij te monistisch is. Ja, nee, want ik wil het helder hebben. Want er zit hier een katholiek, die heet Saro. En niet Sarot, is die weg. Want die had het over de aparte creatie van een ziel. Dus ik dacht, ik wil die katholieke theologie erbij gaan betrekken. Nee, jij nog eventjes. Want ik wil het helder hebben. Ik wil nog één ding zeggen. Mijn verhaal was... Ik ben ingegaan op een suggestie van Gijsbert van der Brink. Omdat ik die heel radicaal vond. Maar het heeft ook betrekking op de bijdrage van Wim van Vlastuin, die er nu niet is. Want hij stelt evolutietheorie en naturalisme. Dat zie je vooral aan het einde van zijn bijdrage, als hij de filosoof Nagel aanhaalt. Die stelt hij toch op één lijn. En dan zegt hij, oké, evolutietheorie leidt tot materialisme, maar we hebben de ziel nodig. Dus die evolutietheorie, daar kan ik dan toch niet zoveel mee. Nou, en ik denk dus dat je dus niet van evolutietheorie naar materialisme hoeft te gaan. En zo dus wel ziel en evolutietheorie bij elkaar kan houden. En dan is de vraag natuurlijk in het kader van deze dag, is wanneer die ziel ergens bij wie gekomen is. Toch? Ja. Ja? Ja. Nee, ik vraag het aan jou. Jij doseert in Apeldoorn. Schepping. Dat is schepping. Schepping is bezield worden. En schepping is dus wat anders dan natuur. Dus de natuurwetenschap bestudeert de natuur. En dat is wat anders dan schepping. Want als je over schepping spreekt, dan heb je het over Gods hand. En Gods hand die is niet altijd zomaar voor ons waarneembaar. Daar hebben we Gods genade voor nodig. Dus ja, dat wij een ziel hebben, dat is een zaak van Gods schepping. Nu eventjes voor mijn beeld, de dag tot vandaag. Dat is, ergens heeft... ik vind het altijd zo lastig om dit te verwoorden, maar ik zeg het toch, God heeft ergens 100.000 jaar geleden werden de hominiden, die werden zowel een mens als een aap. En ongeveer 40.000 jaar geleden... Dat is natuur. Ja, nou laat maar dan even. 40.000 jaar geleden heeft God uit dat grote geslacht van Adamieten of pre-Adamieten die er waren, twee mensen gekozen, één of twee. Dat is nog steeds natuur. En die...
Die gingen ook het onderscheid krijgen tussen goed en kwaad. Dat heet het proces van zondeval. En die kregen een vorm van bewustzijn. Is dat dan bezield worden? Nee. Wat zeg ik verkeerd? Goed. Nou, ik wil best met je meedenken op die tijdlijn. In die zin, kijk, je hebt verschillende posities. Je zou kunnen zeggen op een bepaald moment als het lichaam of het fysische substraat daar klaar voor was, kwam daar een ziel. Kwam dat op uit dat lichaam. Dat kan natuurlijk ook bij dieren zijn gebeurd. Dus in die zin verschil ik wel van jou. Ik zou zeggen, er is een menselijke ziel, maar we kunnen niet uitsluiten dat dieren ook een ziel hebben. Zou ik zeggen. Het kan opkomen uit een bepaalde complexiteit, bijvoorbeeld in de hersenen. Of, en dat lijkt mijzelf aannemelijker, zoals Marcel Sarro vanmorgen heeft gezegd, het is een aparte scheppingsdaad van God. Bij die eerste... Ja, bij ieder mens, ja. Ieder op een gegeven moment werd die aapachtige werd... aapachtige werd een mens en daar werd een ziel in, apart geschapen. Ja, maar ja, goed, we kunnen ons natuurlijk helemaal niet bepalen. Nee. Dus ik blijf dat... Het heeft een hoog speculatief karakter, dus ik... Ja. Koert van Beckham zit niet eens meer te luisteren, want die vindt het allemaal maar onzin. Maar dus, even, dan neem ik toch een verschil waar tussen ons, want ik verbind de ziel dus wel heel nadrukkelijk aan het beeld van God zijn. Ja. Dus ik zou dat niet bij dieren willen waarnemen. Dus als je zegt, de ziel is enkel onze subjectiviteit, dan is me dat te louter filosofisch. Dus ik zit daar theologischer in. En de manier waarop Andries het schetst, ja, ik krijg dat dus echt niet zo bij elkaar. Dat je in de natuurlijke tijdlijn dat vervolgens als schepping kunt intekenen. En daar zeg ik, wij theologisch gesproken bevinden wij mensen ons aan deze kant van de zondeval. Helemaal eens met Koert. We kunnen niet even naar achter die zondeval terugblikken om te kijken hoe God dat heeft gedaan. Dat krijgen wij niet in de vingers. En daar zullen we het mee moeten uithouden. En dat is ook prima, want als wij naar Christus kijken, dan zien we alles wat we over het beeld van God moeten weten. Maar ja, is het Nieuwe Testament. Gijsbert heeft nog veel meer geschreven daarover, daarachter. Dus die nodig ik nu uit. Gijsbert, kom naar boven. Ja, ja, nog even over ik die theologische. Want dank moet gaan. Op het beeld van God. Kijk, ik denk wel dat... Dus ik ben het in die zin helemaal met Gijsbert eens, dat als we spreken over het beeld van God en de menselijke uniciteit, dat een theologisch spreken is. Alleen ik denk dat je voor dat theologisch spreken de aanname van de menselijke ziel nodig hebt. Dus het is niet één op één, de mens is uniek omdat hij een ziel heeft, maar omdat God de mens aanspreekt en een antwoord van hem verlangt, is er een ziel nodig. Dus iets indirecter. Oké. Ja, ik ben het eigenlijk met heel veel dingen eens die gezegd zijn hier. Alleen ik heb daar het woord ziel niet voor nodig. Leg het even uit. Nou, het accent op het unieke van de mens in termen van subjectiviteit, van aanspreekbaarheid. Dat vind ik heel belangrijk dat jullie beiden dat leggen. Dat is in mijn boek tekort gekomen. Dat herken ik ook in het laatste hoofdstuk. Hè. Dus daar, en ik herken ook dat er vanuit de evolutietheorie een zekere druk is om dat te onderwaarderen. Dus heel goed dat jullie daar denk ik woorden voor zoeken. Hè. Dus waar zit dat unieke van die mens dan in? En wat is ook dat wat voor wetenschappelijk onderzoek eigenlijk ongrijpbaar is in de mens? Hè. Daar zoek je hier eigenlijk naar. Alleen ik denk, ja, waarom dan niet gewoon volstaan met dat beeld Gods? Dat is eigenlijk Bijbels taal, hè? Dat is Bijbels materiaal. Dat zielsbegrip heeft zo'n andere achtergrond in Plato, in de Griekse wijsbegeerte. Dat voortdurend die misverstanden weer op de loer liggen, die met dat substantiedualisme. Maar als ik psalmen zing, zoals vanmorgen, dan zingen we over mijn ziel. Precies, en dat betekent eigenlijk gewoon ik. Hè? Dus dat ja, maar dat weet ik niet als ik die psalm lees. Zing in de kerk, nee. Toch? Ja, dat is dus het misverstand. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Wat is dat dan? Ja, die ziel. Dat ben je toch zelf met heel je hebben en houden. Dat staat er niet. Nee, maar dus dat woord ziel daar is in die zin... Het staat ook niet ziel in de Griekse betekenis van het woord. Dat is van nefesh. Dat is is dat dan niet ontzettend verwarrend? Dat ik simpele bijbellezer, continu wordt geconfronteerd met het woord ziel. Ja, kijk, volgens mij gaat het hier niet om. Kijk, wat Gijsbert nu zegt is... bedankt voor de aanvulling en eigenlijk wil ik dat ook wel... Ik heb dat in het boek niet gedaan en misschien moet het erbij. Maar mijn punt is meer nog een methodisch punt. Dus die hele onderneming
van dat je de mens, dat je Adam probeert in te tekenen in die evolutionaire geschiedenis. Volgens mij kan dat dus ten principale niet. Omdat maar dat is een ander punt, toch? Dat is een ander punt, vind ik. Dat is het punt van dat jij zegt, hij gaat veel te ver in het terugkijken in de tijd. Nee, maar dat heeft te maken met de aard van die ziel, met de uniciteit van de mens. Dus de ziel is niet iets dat je zegt van, oh ja, we hebben dat evolutionaire verhaal en de ziel moet er ook nog wel bij. Dan heb je volgens mij nog niet begrepen namelijk wat ziel is. Dat de mens zo uniek is dat je dat niet in dat ene plaatje bij elkaar kan krijgen. Dan verdedigt Gijsbert zegt, oh, wacht eventjes, op het moment dat de mens tot bewustzijn, iets van bewustzijn krijgt, kennis van goed en kwaad, even in mijn woorden, maar even, dat wordt een bezield mens. Dat zou toch kunnen, ook als je terugkijkt in de tijd. Ik verdedig nu Gijsbert. Mijn punt is dus dat iets heel anders is dan wat de christelijke traditie met de ziel bedoelt. Want dan nog leid je de ziel dus af uit de natuurlijke ontwikkeling en niet uit het spreken van God. Dus het is de groei van de herseninhoud die dan een soort... Dus bewustzijn wordt dan ziel. En voor mij is ziel niet bewustzijn, maar is dat je aanspraakpunt bent voor God. Dat je klankkast moet worden voor wat God zegt. En dat is echt een ander punt voor wat de ziel betreft. Maar waarom noem je dat ziel? Dat doet de Bijbel toch ook niet? De Bijbel noemt dat beeld Gods. Nou, noem het beeld Gods, maar dan nog... Dat is niet iets waarvan je zegt, ja, dat kan ik er ook nog wel aan toevoegen. Op het moment dat je beeld God serieus neemt, dan kun je dat niet zo eventjes netjes in die evolutionaire geschiedenis intekenen, volgens mij. Nee, dat is ook zo. Dat wil ik ook niet suggereren. Maar wat denk ik wel kan, is dat je laat zien dat dat verenigbaar is met wat je vanuit evolutiegeschiedenis zegt. Veel meer wil ik niet doen. Het enige wat ik probeer in het hoofdstuk 6 van mijn boek is te laten zien dat je jezelf niet tegenspreekt wanneer je het een en het ander zegt. Meer is eigenlijk niet nodig, denk ik. Martine, help eens, die twee mannen. Ja, kijk, ik vraag me af of je in die zin toch niet mooier voordoet dan het is. Want bewustzijn is... Jij wil geen vorm van gematigd substantiedualisme, toch? Leg het er ook uit voor. Leg even uit wat het is. Hij wil niet... Nou, wil niet? Ik heb... Kijk, je zegt de ziel is overbodig. Het woord ziel is overbodig. Ik bedoel... Het concept van de ziel, dat er een geestelijke realiteit is, naast de lichamelijke realiteit, totaal ermee verbonden, daar sta je open voor. Zeker, dus dat vind ik veel mooier gezegd dan met het woord ziel. Hè? Want dat woord ziel, dus die geestelijke realiteit die zelfstandig is op een bepaalde manier en die ons tot echt mens maakt, dat vind ik veel mooier qua formulering dan het woord ziel, wat al die Griekse misverstanden met zich meebrengt. Dus daar ben ik het met Tom Wright eens, die natuurlijk dat punt ook gemaakt. Ja, Tom Wright die wordt verweten door veel filosofen dat hij eigenlijk gewoon een dualist is op heel veel punten, maar zegt dat hij doet alsof... Nou, en dat woord ziel, dat is eigenlijk gewoon natuurlijk een filosofische vakterm. Je kan er ook hele andere woorden voor gebruiken, daar ben ik het mee eens. Noem eens een ander woord voor ziel dan. Je zou ook zelf of persoon... Alleen... het woord ziel heeft... Ik ben wel erg voor het woord ziel. Juist vanwege de associaties die Arnold Huygens zo mooi heeft benoemd. Ook met het innerlijk en dergelijke. Wat bij veel mensen, juist ook in onze cultuur, die associaties oproept. En niet te vergeten, we leven in een wereld waarin mensen een heel gesloten wereldbeeld hebben. Kijk, hier zitten waarschijnlijk allemaal christenen, maar... Niet allemaal. Een heleboel. Het is heel moeilijk om te geloven in het bestaan van God als je wereldbeeld helemaal gesloten is in die zin. Als er alleen fysische oorzaken zijn. En ziel breekt dat wereldbeeld ook open. Jij pleit dus voor het behoud van het woord ziel, omdat het ook ingesleten is in de cultuur? Ik bedoel even een voorbeeld wat Gijsbert helemaal niet zal aanspreken. PSV speelde gisteravond zielloos. Hij is een PSV-fan, vandaar. PSV verloor met 4-0, want ze speelden zielloos. Ja, dat is een woord. Ja, kijk, dat heeft Martina ook in haar scriptie in de tijd al goed laten zien. Vond ik dat het woord ziel in de samenleving op allerlei manieren functioneert. Dus kennelijk zit er in die zin wel iets in wat we niet kunnen missen. Moeten we het houden? Ja, alleen je moet het wel voortdurend afschermen tegen misverstanden. En dat is de taak waar je dan voor staat. Maar dat betekent dus dat je inderdaad zegt, omdat de samenleving het woord heeft, veel gebruikt. Kan je daar weer moeten we het houden? Moeten we het ook in psalm zoveel houden? Merk op mijn ziel wat het antwoord God u geeft. Maar moeten we dat continu herdefiniëren? Ik vind dat lastig, hoor. Eens. Maar elk begrip is voor misverstand vatbaar. Okay. Elk begrip moet worden gedefinieerd. Dus ik vind het eigenlijk een beetje oppervlakkig om nou te focussen op de terminologie ziel.
Want Martine en ik, ja, ik denk dat ik het iets meer aan het beeld Gods gekoppeld heb nog. Maar het gaat om de inhoud ervan. En daar moeten we het volgens mij over hebben. Ja, dat is goed, maar dat het Griekse denken, dat is toch wel invloedrijk hoor. Als kind heb ik altijd het idee gehad dat ik ergens een onzichtbaar kastje in me had, wat dan na mijn dood overleefde of zo. Ja, ja dat komt toch mee met dat hele zielsbegrip. Ja, en daar hebben we goede theologie voor nodig. Maar dat komt echt niet mee in het zielsbegrip zoals Martine en ik dat hebben ontwikkeld volgens mij. Poeh, hè? Oh, schat verder. Nog één ding. Nou, het is heel mooi juist dat je dat voorbeeld aanhaalt. Want ik denk dat ik ben een stuk jonger, dat klinkt heel stom. Maar mijn generatie is veel meer opgegroeid echt in een lichamelijke cultuur. Dus voor ons is dat, we denken al, er is zoveel lichamelijkheid in onze cultuur. Dat ik denk dat ziel ook wel een goed tegenwicht is in zo'n cultuur. Iemand een heel... dan gaf je door. Want ik zei, iemand nog een heel intelligente vraag. Maar ga even naar een andere punt. Dat dus Arnold en ook Koert en mij speelt. Dus ik heb veel waardering voor hun pleidooi om recht te doen aan de eigenheid van het Bijbelse spreken. Hoor. En ook te zoeken naar wat dat dan is. Maar als je dat er vervolgens niet wilt verbinden met wat we verder nog weten over deze wereldgeschiedenis, of althans dat niet op elkaar wilt betrekken, dan zie ik het risico dat Bijbelse spreken heel gauw iets docetisch krijgt. Dus dan kan het heel makkelijk ergens in de lucht blijven hangen. Dus als je niet de vraag mag stellen wat jij terecht vond, ik verduur het een beetje Koert op Presten, van wanneer leefde Adam dan en waren er toen nog meer mensen en zo. Dan komt dat inderdaad in het luchtledige te hangen. Dus die terugtrekkende beweging van ja, daar wil ik het niet over hebben. Daar ben ik niet in meegegaan in mijn boek. Ja, maar ik had die vraag bedoeld voor het slotdebat, maar goed, doe maar. Maar het punt is helemaal niet dat ik het er niet over wil hebben. Ik ben het alleen met je antwoord niet eens. Je kunt Adam niet intekenen in die evolutionaire geschiedenis, gewoonweg omdat dat niet kan, vanwege het standpunt waar we ons bevinden. Dus theologisch gezien is dat niet mogelijk. En het is dus niet weglopen voor de vraag, maar serieus nemen hoe de Bijbel ons Adam tekent. En die laat zich dus niet in die evolutionaire geschiedenis intekenen. Wat wij van Adam moeten weten, Romeinen 5, dat wordt ons juist via Christus geopenbaard. Dus dat is de blikrichting van de theologie en van het christelijk geloof. En ik vind het heel schadelijk als je omwille van de evolutietheorie, omdat die op tafel ligt, dat je dan maar wat de Bijbel en wat de theologie zegt over Adam toe moet buigen daarnaartoe en in dat pro-Christusbed moet krijgen. Dat wil ik niet doen. En dan moet je me niet verwijten dat ik geen antwoord wil geven. Ik geef een ander antwoord. Je loopt ervoor weg. Nee, natuurlijk niet. Je loopt ervoor weg. Nee, natuurlijk. Jawel. Waar loop ik voor weg? Om de beide toch op een of andere manier met elkaar te combineren. Je kan niet zeggen, door de week denk ik dit en zondags denk ik dat. Ik loop helemaal niet weg. Het enige is, jij zegt het combineren. Maar waarom zouden ze gecombineerd moeten worden? Ik denk dus dat dat niet kan. En ik denk dus dat de eenheid van de waarheid, hè, zo hoog geprezen, dat we die alleen in Christus vinden. Uh-huh. En er zijn een heleboel gebieden van het leven waar we het uit hebben te houden met verschillende versies van waarheid, wat er allemaal als waarheid wordt gepresenteerd. En daar hebben we het mee te doen. Dat is nou eenmaal zoals het leven is. En dan moeten we niet proberen de Bijbel en de theologie antwoord te laten geven op vragen die oneigenlijke vragen zijn. Dus je zegt, ik loop ervoor weg. Nee, ik zeg, de vraag die je daar stelt is een oneigenlijke vraag en het is schadelijk om daar een sluitend antwoord op te geven. Dat is wat anders. Dit wordt een debatje in het slotdebat.